Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Het is een programma waar alle ministers aan het woord komen. Ik heb net minister Bronto van Binnenlandse Zaken. Ik ga nu naar de ministerie, Dan ga ik nu naar de, hoe heet die straat nou? Kopernamenstraat, verlengde Kopernamenstraat waar het ministerie zit. Openbare werken. Dat is minister, dat is het ministerie van minister Riyad Noor Mohammed. Minister, welkom. U zit al 2 jaar. Hoe gaat het daar op het ministerie? Ja, dank je alle luisteraars. Het gaat de goede richting op. In feite, de zware periodes zijn een beetje erachter. En we gaan nu het is een rustig vaarwater, laat ik zo zeggen. En er vallen nog leuke dingen te doen, tussen aanhalingstekens. wat vernieuwingen, wat modernisering. Het is nog wat veel werk, maar anyway, we gaan richting wat meer ontwikkelingsprojecten doen in verschillende gebieden. Met het budget dat we beschikbaar hebben. Oké, je zegt het moeilijkste is al achter de rug. Wordt het dan makkelijker dan, de komende tijd? Nou, in ieder geval zijn we verzekerd dat we materialen en middelen elk jaar kunnen investeren en kunnen gebruiken om projecten uit te voeren. Dat is het meest belangrijkste. Kijk, je hoeft niet alles, je hoeft niet veel te hebben, maar wat je hebt moet je goed gebruiken. Dus dat is voor mij belangrijk. Laat me zo zeggen dat de grote projecten die lopen al ook goed. Toch? Het zijn nieuwe dingen die we hebben geïntroduceerd, maar dat loopt ook allemaal. Dus alom ben ik wel tevreden en met wat we doen op dit moment. Natuurlijk moet ik eerlijk zeggen dat in sommige districten we grote achterstanden hebben hoor. Dus natuurlijk is er veel werk om te doen. Maar het is niet meer zoals in 2020. Dat is het punt. Wat was in 2020? Wat heb je 2020, om even terug te gaan, wat heb je aangetroffen? In 2020 hadden we geen middelen om iets te doen. Het was de grootste hoofdpijn lag om alles te stabiliseren. Je kon niet werken, want als je vandaag iets aanbesteedt, is het morgen zijn, mogen de prijzen allemaal de lucht. En nu hebben we een stabiliteit waarmee je ook kan plannen. Dus je begroting was binnen no time toen ook achterhaald. En zo heb je dus de tijd verloren, de middelen verloren tussen aanhalingstekens. Maar nu er stabiliteit is, alles is rustig, kun je goed plannen en kun je je middelen ook efficiënt besteden natuurlijk. Oké. Minister, ik wil het met u hebben over wat hier speelt hoor. Het wordt hier ook over gepraat, hè? Over een brug, over de Nikeri-rivier naar Guyana. Waarom moet die brug komen? Waarom? Ja. Ja, kijk, het is geen nieuw project. Het is een oud project. Dit project behoort tot een van de onderdelen van het ISA Road Network project. Dat is het wegen- en bruggennetwerk voor heel Zuid-Amerika. Dat jaren terug was dat al overeengekomen om goed te zijn. Somewhere in 2000, zeker of ervoor was men overeengekomen aan de landen. Van Zuid-Amerika. En daar moesten alle regeringen aan werken. Wat toen opgestart was, de rehabilitatie van de Oceaansverbinding. Heel bekend was het gedeelte Albina Paramaribo. Het is al helemaal opgeleverd. En de afgelopen jaren hebben we opgepakt Paramaribo New Nikeri. En ik pak dat trek mee, want wij zijn dus bijvoorbeeld nu bezig met de uitvoering daarvan. En zo behoren ook de bruggen, bruggen over de Marowijnrivier en over de Corantijnrivier. En dat is gebeurd als onderdeel daarvan, maar nog erger, vanwege de ontwikkeling in de olieindustrie, heeft het versnelde aandacht gehad. Want er is een ferry service natuurlijk, maar natuurlijk naarmate je meer verkeer krijgt, meer toerisme, meer ondernemerschap, dan worden de eisen ook een beetje... een beetje scherper. Mensen willen misschien niet een halve dag wachten. Ze willen binnen een uur een ander land kunnen bereiken. En dat is wat gebeurd is. Die ontwikkeling gaat heel snel. En daarom hebben we ook het traject van de bouw van de brug versneld opgepakt. Oké. Wie gaat deze brug financieren? Want hebben ze geld in een land in crisis, Suriname?
en een brug bouwen, dat kost aardig wat miljoenen US dollar of euro. Wie gaat het financieren? Ja, dit zijn grote projecten. Ik wil niet zeggen megaprojecten, maar het behoren tot de grote type projecten. En het is kostbaar. En omdat wij geen middelen hebben, hebben we vanaf dag 1 gezegd dat we dit project, net zoals ik een ander grote project heb, in PPP-verband zullen opstarten en zullen aanbieden. Dit project is dus aangeboden om te bouwen in public-private partnership. Het gaat vooral om de private sector. Die trekken we aan en dat zijn dus grote bedrijven die bereid zijn hierin te investeren en op den duur geld terug te willen verdienen. Zo is die brug, zo zal die brug gebouwd worden. En het komt erop neer uiteindelijk dat bijvoorbeeld als je gebruik maakt van de brug, dat je ervoor zal moeten betalen. Daar komt het op neer. Dus gewoon tol betalen voor een brug? Bijvoorbeeld, ja. In dit geval had men ook nog opgeofferd om bijvoorbeeld, zoals je gebruikelijk hebt, we zeggen dat tax-free shops op te zetten, een hele business op te zetten waar je zaken kan doen. En zo kan je dat ook nog eens een keer geld uitverdienen. Je moet het zien net als de tax-free shops die je op de luchthaven hebt. Of bij de ferry service heb je ook altijd een shopping gedeelte, toch? Nou, dat zit er ook in, weliswaar grootschaliger. En daarmee kan je ook inkomsten verdienen. En zo zijn er verschillende mogelijkheden. Dat hebben we aangeboden aan het consortium van ingenieurs, ontwerpers, om ons ook dat soort voorstellen te geven. Hoe kunnen wij middelen verdienen om deze brug af te bouwen? Dus zo moet je dat zien, dit soort grote projecten. Mm-hmm. Je zegt wij, als je zegt wij, dan trek je het weer naar de overheid, hè, waarvoor je minister bent. Het is toch particulier? Het is particulier, volledig particulier. Laten we zo zeggen, hoe zou de overheid inkomen? Ik bedoel, wij komen daarin met bijvoorbeeld de grond, toch, waar gebouwd moet worden. Maar eigenlijk is het volledig particulier. En natuurlijk moet de overheid reserveringen plegen waar zo'n brug moet komen. Dus dat kan je zien als de overheidsbijdrage. En voor de rest is het volledig particulier. Ja. Jawel, maar ik bedoel, hiervoor moet er een degelijke studie gedaan worden, toch? Want je gaat geld investeren en je wil geld terug uithalen. Hoe zijn de studies? Dus we hebben niet lang terug het contract ondertekend met het consortium van bureaus die dit soort studies moeten doen. Het gaat om 1, de sociale studies, de economische studies, de technische studies, inclusief voorontwerpen, de milieustudies. Bij technisch moet je bijvoorbeeld begrijpen dat je ook de verkeersstudies moet doen. En een van de belangrijke sociaal-economische studies is het ontwikkelen of het aanbieden van het PPP-model voor ons, voor de overheid, voor de regeringen. En dat gaan ze dan ook ontwikkelen op basis van al die studies. En dat zouden we aanbieden voor bij de aanbesteding. Dus het kan zijn, ik geef een voorbeeld hoor, dat het PPP-model zegt, weet je wat, je kan tol heffen, maar je kan ook een businesscentrum opzetten en daar kan je geld mee verdienen. Maar dat kan ook een ander model zijn die zegt van, weet je wat, je kan tol heffen, maar je kan ook zeggen van, overheid, kom ook in met een 50 miljoen. US dollars. Dat kan allemaal. Dat zijn allemaal scenario's. Nou, deze studies worden verricht nu op dit moment en daarvoor is 6 maanden uitgetrokken. President Santokki, ziet deze brug als een soort levenswerk? Want hij praat overal over en het lijkt helemaal concreet. Ja, kijk, we hebben geen, zoals andere mensen misschien denken, haast, dus aanhalingstekens. Dus we gaan geen stappen overslaan om iets te willen brengen zo snel mogelijk om populistische redenen, laat ik dat zo zeggen. We gaan geen dingen om populistische redenen doen, dat is niet correct. En voor grote projecten zijn de eisen groot of hoog. Bijvoorbeeld het geotechnisch onderzoek moet zeer goed gedaan worden. Het behoort tot de categorie A-projecten, dus daarvoor eisen wij als ministerie van OW de hoogste categorie environmental impact assessments. Dus dat moet ook gedaan worden. En als dat klaar is, dan kunnen we de volgende stap maken. Dus het is een committering van beide landen, Guyana en Suriname. En een committering op niveau van de regering is een zware committering, maar ook een zeer serieuze committering. Wanneer wordt de eerste paal geslagen?
Ik weet niet of ik dat soort shows wil hebben, maar dat kan. Laat me zo zeggen dat ik meer minister ben van laat een project eerst goed starten, want we zitten in de economische crisis en de vluchten kan je altijd plukken ervan. De regering 10 jaar terug had de eerste paal geheid en die brug is nooit meer gekomen. Dus kijk, ik ben ook voorzichtig met dat soort dingen. Je moet zekerheid hebben in alles. Mijn voorstel is dat wanneer de aannemer fysiek gaat bouwen, dat zal binnenkort, zullen we de gunning doen voor het bouwen van de brug. Dan zal je sowieso een moment hebben dat wij zullen afspreken van dat fysieke werkzaamheden starten. Maar je moet nagaan als je aan een paal heet. Stel voor je hebt je morgen gegund en je wil morgen een paal heen. Voor zo'n megaproject of groot project ga je altijd eerst mobilisatie moeten hebben. Dus je gaat 6 maanden misschien niets zien. Je gaat mobiliseren, bedrijven organiseren, et cetera. Dus wij kiezen nog het juiste moment om het project te launchen. Laten we even wachten op de studies. Laten we even wachten op de selectie van het bouwbedrijf. Dat moet binnen, over 2 maanden moeten we dat hebben. En dat we een goede opstart maken en dan kiezen we het juiste moment. En je vraagt ook inzet en inbreng van de regering Guyana, van Guyana ook. Ja, kijk, die hele brug wordt als PPP aangeboden. Dus in feite is er tussen aanhalingstekens geen echte inzet. Het wordt volledig door het bouwbedrijf gerund en gedaan. Dus de inzet van Guyana is bijvoorbeeld, nee, dan moet je een concrete aangeven. De landen waren verplicht om hun aansluitingswegen te maken. De Guyana heeft op dit moment zijn aansluitingswegen al gemaakt, geasfalteerd, de bruggen zijn bijna rond. Suriname had het al lang gedaan. Dat is het welbekend Soldering project. Toevallig, het kan zijn dat we misschien een 50 meter weg extra moeten leggen. Maar we hebben in feite ons deel al lang af. Okay. En daar was die ook de eerste paal geheet toen. Dus dit is geen sprookje meer. Die brug kwam echt tussen Suriname en Guyana. Ja. Kijk, ik ben geen minister om shows te maken of zo. Ik wil het goed begeleiden. Ik ga je een voorbeeld geven. Ook het Bagger-project heb ik op dezelfde manier aangepakt. Dat behoort ook tot de grote projecten. De andere projecten die we in PPP hebben gelaunched, die worden ook op dezelfde manier aangepakt. Wanneer het loopt en we zien het gaat goed, dan gaat er zeker een moment zijn van de regering dat we daar komen voor een klein feestje, zeg maar. Dat zoals we gewend zijn. Mooi zo. Ik ben ook bekend om een feesten. Meneer ja. Riad, hoe gaat de aanbesteding? Is die al open? Wie mag allemaal meedingen? Wie mag meedoen met deze aanbesteding? Hoe openbaar is die? Is die al gegund? Dus we hebben verschillende fases gehad, hoor. In tegenstelling tot misschien de voorgaande regering, daar heb ik mijn kritiek op de manier van hoe ik dat doe. Bij de vorige regering was het gewoon van één bedrijf, één job en die brug is nooit gekomen. Dus dat soort fouten mogen niet doen. Ook misschien weinig transparantie. Hier zijn we dus nu in feite, toen wij traden in 2020, dan in december waren we gelijk opgestart met de procedure december 2020. En ik weet nog of je nog kan herinneren, maar toen was er een internationale interesse gelaunched. En daar hadden 42 bedrijven van de hele wereld zich aangemeld. En dat is zo in fases doorgegaan. We hebben selectie gepleegd, kritisch alles bekeken. En dan is er een fase gekomen waarbij er weer openbaar aanbesteden was voor de studies. Daar hadden we ongeveer 20 interesse voor getoond, gedownsized. Uiteindelijk waren er misschien 4 tot 8. Topbedrijven die alleen voldeden. Nou, die is ondertussen dan geselecteerd. En we zijn nu in de fase, wat we ook al hebben gelaunched, is de pre-oproep voor de bouwbedrijven die onder het PPP-model willen gaan bouwen. Die hebben we gelaunched en daar hebben we ondertussen, ongeveer 10 heel grote bedrijven die dit soort werk doen, die hebben interesse aangetoond. En dat moet binnen 2 tot 3 maanden af zijn, want we geven de mensen tijd. Het is niet eenvoudig om een plannetje zo snel in te leveren, maar van grote bedrijven verwachten we binnen 2 tot 3 maanden wel wat. Dus dat is dan binnenkort zover. Dan gaan wij de
selectie maken. En dan komt er... dan komt er een... ik wil bijna zeggen de laatste fase. Dat is zoals wij dat allemaal kennen. Dan komt de opdracht naar één bedrijf uiteindelijk. Oké, genoeg over de Nikeri-rivier en de Nikeri-brug. Ja. Zijn er nog meer bruggen in uw achterhoofd die u wil gaan bouwen? Ja, we hebben, je weet, vanwege die verkeersproblematiek van Kommerwijn en Suriname en Paramaribo hebben we ook die gelaunched. Daar hebben we een paar bedrijven interesse getoond. En op dit moment hebben die bedrijven 2 tot 3 maanden de tijd om ook een proposal in te dienen. Van wat kost zo'n brug, hoe gaat het eruit zien, hoe zien de onderzoeksrapporten eruit, de studies en dergelijke. Dus dat is over de Suriname rivier. Je weet wat al aangekondigd. In 2020 dat een van de methoden was een extra brug te bouwen. Dus dat loopt ook goed. We wachten het voorstel af, de kosten af en het juiste moment om te starten met zo'n bouwwerk. Je weet dat we ook het project, laat me kijken hoor, het is nog niet, er is nog niet zoveel aandacht geweest, maar dat is de Henegouwen Hogerstraat bij de brug, bij de Bosbrug, zal helemaal vernieuwd worden. Er komen 2 stroken van de 3 banen allemaal, dus zeg maar 6 stroken om te rijden. En de brug wordt ook vernieuwd, dat is ook bedoeld om die verkeersproblematiek die men heeft vanuit Kommerwijn naar Paramaribo, maar omgekeerd ook, op te lossen. We hebben daarvoor die contractondertekening al gehad. Een paar weken terug voor de ingenieurs werken. Die bereiden nu voor de ontwerpen. En als het goed is, meneer Frank, dan voor december hebben we de gunning voor het bouwbedrijf. En dan zullen de fysieke werkzaamheden begin 2023 aanvangen. Dus wanneer dat moment er is, dan ga je dat ook zien. En dan beginnen ook de fysieke werkzaamheden. Nu is er een heel jaar van mensen voorbereiden, de zaken goed voorbereiden, de winkeliers op de hoogte stellen wat er gaat gebeuren, de afspraken maken, etc. Dat is een groot project. Het valt ook onder de categorie groot. En met de Marwijnrivier, daar hebben wij van onze kant ons groen licht aan gegeven. We wachten alleen nog op de staat, Frans-Ghana of Frankrijk, op groen licht van hun. Maar het verzoek is ook al gedaan. Dus dat zijn dan wat betreft grote bruggen, grote projecten. En lokaal hebben we op burger, die voor, dat moet je niet vergeten, er zijn heel wat burgers, locaties waar kleine bruggetjes gemaakt moeten worden, stijgers, die pakken we ook langzaam één voor één aan. Dus dat heeft aandacht. Jij zal de geschiedenis ingaan als de minister die grote bruggen heeft gebouwd in Suriname. Nee, het is niet de bedoeling dat ik haast ga maken. Het moet wel op een correcte manier gebeuren. Dat is mijn prioriteit. We mogen niet de fouten maken, zeker ik die uit het vakgebied kom, om een brug snel op te zetten ten koste van de gemeenschap. Nee, wat er wel is, dat de bruggen op een andere manier worden aanbesteed, maar ook worden gefinancierd. Dat is inderdaad waar. Dit is een heel nieuwe manier. Het is een Ik ga je eerlijk zeggen, meneer Frank en luisteraar, het is een gedurfde stap. Voor risico's. Ik ga je eerlijk zeggen, voor risico's, gedurf. Daarom ben ik ook heel voorzichtig. En doen we alles in fases, in stappen. En ik ga je ook zeggen, de bouw van de quarantainebrug doe ik samen met mijn collega minister van Guyana. We zitten op één lijn wat dat betreft. Dus dat maakt het heel speciaal. Het is het moeilijkste wat je hebt om een bouwproject op te zetten. En ik ga je ook wat zeggen, Frank. Denk jij dat 40 bedrijven of 10 megabedrijven hun interesse zouden tonen als ze geen geloof hadden in het bestuur? Zeker mij als minister. Als ik een minister was die een joker was. Of mensen ging wegjagen of weet ik veel wat als andere voorgangers misschien. Dan zou je 0 bedrijven krijgen. Ziet u waarom ik heel voorzichtig ben in het hele proces. Er mag geen aanleiding zijn dat men gaat twijfelen. Want dit is net wat ik je zei. Wij bieden een brug aan waarbij de staat zegt, wij kunnen niet inkomen. Nou, een ander bedrijf was al lang weggerend. Toch? Dus men gaat uit van het... zulke bedrijven kijken ten eerste naar
hoe zeg je dat, het beleid van de regering. Is er sprake van goed bestuur, transparantie en dergelijke zaken. Dat is voor hun zeer belangrijk. En dan zijn ze bereid wel zaken te doen met jou als land. Toch? En vandaar dat ik enorm heb geïnvesteerd in het aanbestedingsproces. Maar vroeger kenden we dat niet. Dat had je dus niet. Het waren gewoon je regen, je vraagt je vrienden om mee te doen. Maar nu is het helemaal opengegooid. Dus men heeft geen probleem als men niet geselecteerd wordt, omdat men heeft gezien dat het een eerlijk proces is geweest. En dat is de leidraad in het geheel van grote projecten. Ik ken beleidsmakers en president, minister zelf, die trein beloofd hadden, die 18.000 woningen beloofd hadden. Bent u niet bang om in het treintje terecht te komen? Nee, maar ook... ja, kijk, alles heeft een geschiedenis, een oorzaak. Dat soort projecten zijn grote projecten. En misschien niet slecht bedoeld hoor. Ik ben goed bedoeld, maar kijk, dat verhaal van die 18.000 woningen heb ik ook bestudeerd. Ik heb alles verzameld. En ik denk de grootste fout die men toen heeft gemaakt, is dat men meer heeft ontwikkeld dan men kon ontwikkelen. En daarom is alles in de soep gegaan. Dus je hebt een goed punt. Je kan, kijk, laat me het gewoon concreet zeggen. We hebben nog geen enkel werk tussen aanhalingstekens gegund om te bouwen. Er zal een beleidsbeslissing ook komen op basis van de economische situatie op dat moment van ja, is het een go of no go? Dat is de fout die men heeft gemaakt bij die 18.000 woningen. De regering was goed opgestart, heel wat gronden verdeeld. Maar men had niet stil bijgestaan dat de overheid zoveel moest inkomen en dat men het geld niet had. En dan zijn allemaal in elkaar gedonderd. Dat is jammer. Wij pakken het op en je gaat binnenkort ga je horen. Je hebt het misschien al een paar keer gehoord hoe ik het heb opgepakt. Namens de regering is er ook een commissie huisvesting hoe wij dat oppakken. En wij doen het onder, zeg maar, nul SRD. De vorige regering die had genoeg geld. Want die leende, dus hadden heel wat buitenlandse middelen. Maar die hebben het verpest. En wij doen het met nul SRD. Maar je gaat zien dat met nul SRD, dat weinige dat we doen, wel rendement zal hebben. Dus over huisvesting, volgende keer, misschien voor een maand, ben ik zo verder, ga je zien hoe wij dat hebben aangepakt. Ik hou je eraan. Ik wil met u praten over huisvesting volgende maand. Ja. Tot besluit. Zeker, want huisvesting is een hot issue. Het is altijd een hot issue. Probleem. Meestal wordt dat alleen maar bij verkiezingen op het podium geroepen. Maar er wordt nooit echt beleid opgemaakt, dat weet u ook, toch? Ja, dus ik vind het jammer dat bij die vorige het mislukt is geworden. Dat is echt jammer. En nu hebben we een regering die wel weet hoe dat moet, maar dat je dan nu de middelen niet hebt. En dan moet je nu maar out of the box gaan nadenken, hoe kan je wel wat doen dat rendement oplevert. Het is pijnlijk, maar ik heb beloofd dat wij alle moeite gaan doen. Zeker ik als minister van OW, omdat ik het huisvestingsprobleem ken, ga aanpakken. En dan gaan we misschien niet het maximale kunnen redden in één keer, maar wel op een duurzame manier met weinige middelen die je hebt. Je kan liever één project, ik zeg altijd rond één project goed af. En al is het 5 huizen, maar rond die 5 huizen goed af. Ga niet 10.000 beloven en je rond niets af. Want dat is gebeurd, helaas. Maar het voordeel is, ik heb alle overzichten gemaakt van wat de vorige had uitgevoerd. Dus alles weten we wat de problemen zijn, wat de issues zijn. En dan werk ik nu aan één voor één een oplossing brengen. Maar de volgende keer ga ik je dan meer kunnen vertellen wat we hebben gedaan. Oké, mooi zo. Tot besluit, minister. Wat voor grote projecten bouwen die bruggen? Waar bent u nu mee bezig? Wat voor grote projecten zijn onder nu lopen? Onder de categorie grote projecten heb je dus Bouw-Quarantijn-Rivierbrug, Suriname-Rivierbrug. Waste Management, Ornambo. Daar hebben wij nu ook de bedrijven uitgenodigd om mee te doen. De volgende keer ben ik zover om over al deze grote projecten te zeggen wie de gunning heeft gehad en wanneer de bouw gaat starten. Dus dat is afvalproblematiek in Suriname, waarbij we bedrijven hebben gevraagd of ze dat kunnen oplossen op een efficiënte manier, eco-friendly. Dat is dus groot. Het gaat om Ornambo, de welbekende Vosselpaard. Dan heb je het Saramaggakanaal project. Dat is het project waarbij de hele Saramaggakanaal wordt uitgebaggerd, vernieuwd. En de sluizen en gemalen worden vernieuwd. Dat is een pracht van een waterbouwkundig werk, een beetje à la Nederland. Dat wordt gefinancierd door de Wereldbank. Ik heb de Wereldbank dus hier afgelopen dagen een paar keren aan gehad.
ook bij hun hetzelfde, dat zij moeten bewijzen dat we het goed kunnen doen. En als we dat goed kunnen doen, we stonden op rood, we zijn naar oranje gegaan en binnenkort is het zover dat we groen licht gaan breken. En dan zijn ze happy dat we hebben kunnen bewijzen dat we zo'n megaproject ook kunnen opstarten. En dan heb je het Van Hogerustraat, die zogenaamde 6 banen, 6 wegen met die brug die allemaal vernieuwd gaat worden. Ook een megaproject, of nee, eigenlijk een groot project, waarbij al die wegen daar rondom een nieuwe riolering, verharding krijgen. Je weet hoe de mensen klagen over Van Hogerustraat. En het bijzondere van dat project is ook dat wij introduceren smart verkeerslichten, die allemaal moeten helpen om die verkeersproblematiek te helpen oplossen. En dan heb je de upgrading van de OSA-verbinding, wat ik je net zei. Albina Paramaribo is al gedaan in het kader van die connectie van buurlanden. En we zijn nu bezig van Quatta, zeg maar Paramaribo, Quattaweg, tot Nieuw-Nikeri. Het was in delen verdeeld, maar ik heb gewoon afgesproken dat we het volledige pakket, de hele weg, volledig gaan upgraden. Dan zijn we voor de komende 30 jaar klaar. En dan kunnen ondernemers echt profiteren van een volledige upgradeweg. Dus ik moet daar nog extra middelen gaan zoeken om die hele weg volledig op te graden tot Nieuw-Nikeri. En dat is dan vooral voor de ondernemers, de producenten, toeristen en natuurlijk verder iedereen die gebruik wil maken van de weg. Mooi zo. Dat zijn die grote projecten. En het bijzondere is ook, ik ga het gelijk zeggen hoor, woensdag dien ik die nota in, dat bijvoorbeeld de weg naar Apora ga jij misschien kennen, je bent misschien vaak gaan jagen of zo, Minosabi. Apora is een lange weg, 200 kilometer, something like that. Uh-huh. Die is 10 jaren lang nooit onderhouden. En heel veel inkomsten van de staat worden daaruit verdiend. Dus die weg zal als PPP-model ook worden aangeboden, waarbij de private sector die weg gaat overnemen en gaat onderhouden. Dus dan laat er iets weg door ons. Ik kan makkelijk zeggen, er is 0 SRD, dus Libapassie. Maar we moeten out of the box leren denken. En dat is wat ik probeer te doen. In goed overleg met iedereen, goed vertrouwen, om iets duurzaam toch neer te zetten. Zo'n project niet stopt na een jaar, maar constant wordt onderhouden. Dus het is belangrijk dat de komende jaren, niet alleen nu, het volk, de samenleving, echt is voor serieus bestuur. Goed bestuur, zodat dit soort dingen niet in elkaar donderen. Want dan hebben we een groot probleem. Toch? Dus dat zijn de grote projecten. Misschien ben ik vergeten, laat ik het gelijk noemen, omdat het niet mijn pak is. Ja, we hebben ook begeleid als OE de onshore developments. Dus we hebben al 4 bedrijven geselecteerd die op dit moment bezig zijn hun havens te bouwen en of uit te breiden. Dat mag je ook rekenen naar de grote projecten. Weliswaar is het volledig private. Dus de privébedrijven, particuliere bedrijven komen met hun eigen kapitaal in. Minister, en terwijl we praten, op de moment is men de Suriname rivier aan het uitbaggeren ook. Ja, dat loopt heel goed. Uh-huh. Ik heb niet veel poha van gemaakt, maar de rivier is volledig op 4.5. De inkomsten komen volledig binnen. Dus het model werkt. En wij gaan binnenkort een aanbesteding doen voor de 5.5 meter. En dan moet dat project ook heel snel zijn opgeleverd. En dan komt de volgende fase naar de volgende diepte. Ik denk bij de 5.5, wanneer dat loopt, dan zullen we zoals gebruikelijk een klein feestje organiseren. Omdat dat project is ook met, dat weet je nog, met 0 SRD, met 0 US dollars, hebben we dat project opgestart. En dat was ook een openbare aanbesteding, want het bedrijf hebben meegedaan. En op basis van goed bestuur, vertrouwen, hebben ze voorgefinancierd. En vandaag betalen wij hun de kosten terug uit de inkomsten. Dat is een heel mooie PPP. En wanneer die 5.5 komt, dan kan ik echt 100% zeggen van dit is een succes geweest. PPP betekent private project, hè? Bedoelen? Ja. Okay. Nou, voor de luisteraars. Ja. Want we hebben 0 euro, we hebben 0 US dollar, dus de vraag is hoe moet je zoiets opstarten? Lenen mag niet, vanwege de IMF-regels. Dus we hebben beperkingen. En we hebben dat vehikel en het is heel mooi, het werkt heel goed, want ik hield mijn hart ook ervoor vast hoor. Maar het werkt heel goed en dit is een van de eerste en de mooiste projecten waar het bewezen is dat
PPP kan werken. Maar ik ga je wel eerlijk zeggen, mijn ervaring is dat alleen bij vertrouwen dit gaat werken. Dat is mijn ervaring. Meneer Riad, ik pleit voor dat u de komende 10 tot 15 jaar minister van OW blijft. Als ik kijk wat er allemaal... Kijk, Zwarte Overburgstraat, verbreding, 6 baan wordt het. Apuraweg, rehabilitatie. Ornamibo, recyclingproject. Saramaka Kanaal moet uitgebaggerd worden. Suriname Rivier is al gaande met het baggeren. Ja. Dus je voegt daad bij het woord. Er moet een tweede brug komen over de Suriname Rivier. Huizenbouwprojecten ga je ook aanpakken. Quarantaine-rivierbrug. Ook een brug over de Nikeri-rivier naar Guyana. En je praat ook over Marowijnen-rivieren. Dat er ook daar een brug moet komen. Dat doe je toch niet in een regeerperiode, minister? Nee, het zijn grote projecten. Dus het gaat sowieso een beetje overlopen. Maar net wat ik zeg. De samenleving moet bewust zijn dat dit soort projecten succesvol afgerond worden als goed bestuur continu doorgaat. Want je weet wat gebeurd was een keer bij een bepaalde regering. De dijk, zeedijk in Albina werd gebouwd en men heeft er gewoon een stuk dijk afgechopt ervan en ergens anders gezet. Dus dat soort grappen wil je niet hebben. Toch? En ga je een leuk voorbeeld ook geven. Die trein, dan moet je even van die treinproject vertellen. In feite moest die brug over van Hogerustraat naar Marowijnenstraat gebouwd worden. Men heeft dat project stopgezet en toen kwam de toenmalige president, we gaan een trein zetten. Ja, dit soort grappen doe je niet, want het zijn grote projecten, dus je moet dat goed voorbereiden. En wat krijg je als je dit soort tussen aanhalen idiotige dingen doet, dan ga je niets bouwen. En dat is gebeurd. Geen van die twee zijn gekomen. Toch? Hoe leuk en interessant het ook zou zijn. Een derde voorbeeld, ga ik je ook geven wat men heeft gedaan. En dat is een beetje verspilling, is dat men het verlengde van de Van Hogerustraat, de Slatoer tot de Zondagmarkt, niet heeft voorgezet en die middelen heeft aangewend voor een andere weg. Die eigenlijk geen prioriteit is. Dus kijk, binnen de civiele wereld, infrawereld en dit soort grote projecten moet je goed uitwerken en je moet geduld hebben inderdaad. En het gaat allemaal goed komen. Het is jammer. Inderdaad zou ik misschien 10, 20 jaar minister willen zijn. Nu ben ik minister onder heel moeilijke omstandigheden. Met weinig middelen. En ik moet het doen met 0 SRD-verzoekbrugten. Maar het zou heel leuk zijn als je wel die middelen had. Want dan kon je wel dingen versnellen. En dan hoefde je niet 10 keer na te denken. Dus misschien dat ik ooit zo'n periode wel wil meemaken. Ja, minister, je hebt olieman gevonden daar offshore. Dus binnenkort kan je al deze dingen binnen een mum van tijd financieren en zelf uitvoeren. Naar eigen inzicht. Ja, toch? Want die olie is toch niet voor niks gevonden? Precies. Oké. Minister, ik dank u wel en ik hoop u volgende maand weer te spreken en dat u mij meer inzicht geeft over het huizenbouwproject in Suriname, hoe dat gaat. Want dat is één probleem in Suriname. Regeringen komen en beloven, maar er wordt niks gebouwd. Dus ik hoop dat u mij volgende keer meer inzicht daarover kan geven als u wil. Ja, dat is prima. Oké. Dank u wel voor uw tijd en toelichting. De minister van Openbare Werken in Suriname, de heer Riad Noor Mohammed, live op Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.